Welkom bij de zesde uitzending van Compassie, een maandelijks programma waarbij we in verbinding staan met Oost-Europa. Het land Armenië is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De oorlog met Azerbeidzjan heeft, heeft een grote impact gehad op de bevolking en zorgt nog steeds voor veel onrust. We gaan in gesprek met Andranik Geborgiam, opgegroeid in Armenië en nu woonachtig in Nederland. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, wat we al zeiden, nu woonachtig in Nederland, maar wel opgegroeid in Armenië. Ja. Um, ja welke herinneringen komen dan bij je op? ja de herinneringen zijn niet heel scherp omdat ik negen jaar oud was toen ik naar Nederland kwam uh, maar ik kan me nog heel goed voor herinneren de momenten dat ik bijvoorbeeld naar school ging dat ik zeven jaar oud was dat iedereen gekleed was in een bepaalde uniform en uh, de dingen die je uit je hoofd moest leren alfabet uh, ja het zijn hele kleine herinneringen niet scherp uh, ja en woonde jij dan in de stad of in een in dorp? Nee, in een, in een klein dorpje woonde ik, ja. 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 En um, nu uh, woon je in, in Nederland, dus in het buitenland. Ja. Er zijn ontzettend veel Armenen die in het buitenland uh, wonen. Um, de betrokkenheid is nog steeds wel heel erg groot. Uh, heb je daar een verklaring voor? Ja, dat klopt. Als we kijken, uh, als we de cijfers mogen geloven in Armenië, wonen anderhalf mensen, anderhalf miljoen mensen. Uh, buiten uh, Armenië 10 miljoen, misschien ietsje meer. Dus dat is, uh, wat is dat? Zeven keer meer dan in Armenië. Maar je ziet inderdaad enorme betrokkenheid. En waar zou je daaraan kunnen verklaren is denk ik omdat uh, het Armenië altijd wel zwaar heeft gehad. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat ze bijna altijd on onder druk zijn geweest. Uh, omringd door, door uh, andere landen. En zelfs andere vijanden, zou je kunnen zeggen, met Azerbeidzjan, Turkije, hebben ze geen goede relatie. Georgië en moi, Azerbeidzjan, moeten ze daar maar mee, uh, mee handelen. Ik denk dat dat het is van, hey, het zijn onze mensen en die hebben het zwaar. En het lijkt alsof zij niet eens de ruimte krijgen om te ademen, om te luchten, om een toekomst te bouwen. Wij moeten daar iets aan gaan doen, omdat de wereld daar niks aan doet. Ja. En voelen de Armenen die dan in het buitenland zitten zich... Toch dan heel erg verbonden met het land, omdat, omdat ze weten van nou, het land staat onder druk, het heeft het moeilijk. Ja, en in combinatie dat ze wat ze misschien ook tijdens de oorlog met Azerbeidzjan hebben gezien, dat ze toch niet de juiste hulp krijgen of onvoldoende hulp krijgen die ze zouden verdienen in de hoog van de Armenië. Ja. Uh, dat we het gevoel hebben uh, dat we misschien net als Israël op onszelf zijn aangewezen. Dus de wereld helpt ons niet. Dan moeten we ons elkaar onszelf helpen. Ja. Onze mede helpen. Ik denk dat dat gevoel van joh, we moeten het echt samen doen, willen we het gaan overleven, dat, dat creëert waardoor Armenen in diaspora in, in beweging komen voor Armenië. Ja. Ja. En als we nou iets um, inzoomen op het land Armenië, hoe zou je dat willen omschrijven? Uh, het, is een, het is een klein land, een land met, uh, uh, verdeeld tussen heel rijk en heel arm. En dat er uh, uh, middenin uh, dus uh, weinig voorkomt, zeg maar. Ja. Mensen die oké okay leven. Je bent of arm, je, ja. je bent of rijk. Dat zien we ook al veel in de landen. Er zijn eigenlijk geen middenklasse. Hè? Nee, wat je in Nederland misschien hebt. Van je, als je een goed salaris hebt, een leuke baan, ja, dan, dan reed je het hier prima. Kan je nog jaarlijks op vakantie. Ja, dat heb je daar niet. Um, wat je wel ziet is, Armenië is ook een land met bepaalde cultuur. een bepaalde waarden en normen die ze heel belangrijk vinden. En die ze ook proberen hoog te houden. Uh, het is een warm land, ondanks dat ze weinig hebben. Maar als je op bezoek komt, uh, dan krijg je alles wat ze hebben. Ja. Uh, Gasvrij. Gasvrij land is het. Ja. 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 En ook heer, uh, ja, heerlijk eten, goed eten, ja, ja. ook belangrijk. Uh, echt heel belangrijk. Uh, uh, dat is toch iets als we ons willen verkopen, als we ons willen presenteren, zeg maar de andere, onze bezoekers. Dan is dat ook mede door het eten. Wij zorgen dat, uh, dat de mooiste tafel bedekt is. Met het lekkerste eten wat er is. Dat zie je ook uh, met oud en nieuw. Hier gaan we uh, parfumer knallen en champagne en we gaan slapen. Nou, dat is Armeen echt niet. Dat is een big happening. Yeah. Uh, dan wordt de tafel gedekt. En dagen daarna, dus 1 januari, 2, 3, 4, 5, soms zelfs 6 januari. Heb je elke dag bezoek. Uh, en die gaan gewoon samen met jou eten delen en yeah. proosten. En, uh, yeah. Dat is wel iets Armeens, ja, ja dat eten. Um, nu is Armenië ook een van de oudste christelijke landen ter wereld, hè? Um, uh, maar ook een land met ontzettend diepe sporen. Um, wat teken te gezien is van dit land? Nou, Armeen, het is niet een van de oudste, het is gewoon de oudste. Het is ook het eerste land uh, die officieel christendom heeft omarmd en ja. uh, bij de wet vastgesteld. Um, ja, dat klopt. En, en, en uh, nou, jullie kennen natuurlijk de, de, de genocide. Uh, is dat ook wat het land getekend heeft? Of zijn er ook andere uh, gebeurtenissen geweest waardoor het land Armenië ook is zoals het nu is? Ja, als je goed kijkt naar de geschiedenis van Armenië, dan zien ze dat ze altijd op het moment dat ze het land willen opbouwen, op het moment dat ze groter worden, rijker en machtiger, dan krijgen ze een klap van de buren. Uh, en dat is inderdaad ook in 1915 heeft dat plaatsgevonden. En dat heeft echt wel diepe wonden achtergelaten. En zeker, dat heeft wel gevormd voor de Armenië wat nu is geworden. Dat gevoel van, joh, we zijn op onszelf aangewezen. Ja, dat komt echt wel door, door de geschiedenis. Omdat ze elke keer een klap hebben gekregen op het moment dat ze land wilden opbouwen. Ja. Dat heeft Armenië wel gevormd tot het land wat ze nu zijn. Ja. ja. Um, nou, we, we zeiden het al, hè, de huidige situatie is, ook, uh, is wellicht ook. Enigszins problematisch. Um, wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Ja, afgelopen jaar is het. Uh, Sterker nog moeten jij eens teruggaan, afgelopen 2,5 jaar. Had je de oude, oude garde, de oude corrupte garde die nog aan, het, uh, aan de macht was. Uh, die de bevolking onderdrukte. Die uh, zorgde dat zij rijk werden, hun kinderen, familieleden en de rest arm bleef. Nou, er is een situatie gekomen waarbij de bevolking in beweging kwam. Gezins, waar wij het over hebben, Armenië, dat zijn één gezins. Zijn ze de straat opgegaan, volgens mij meer dan een miljoen mensen, en hebben ze de oude uh, regime uh, weggestuurd. Wel op een vreedzame manier. Ja. Er zijn geen doden gevallen, geen geweld gebruikt, althans geen excessief geweld gebruikt. Uh, daarna is de heer Pashinyan aan de macht gekomen en je ziet wel dat er dingen zijn, zijn veranderd. Waarbij mensen meer kans hebben gekregen op de, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Uh, dus hij was aan het opbouwen tot, tot een, op zich een mooi land. Uh, toen werden wij geconfronteerd met de uh, coronacrisis. Ja. Nou, niet alleen Armeen, uiteraard de hele wereld. Nou, als dat al niet een enorme klap was... want uh, de medische situatie in Armeen is niet zo goed geregeld als in Nederland. We hebben niet zoveel ziekenhuizen, we hebben niet zoveel specialisten. Uh, wij kunnen niet uh, bedrijven dwingen om te sluiten... en hun ondersteunen met subsidies. Dat, daar is het geld niet voor. Dus ja. als je sluit, ze moesten ook gaan sluiten... Daar kwam geen geld voor. Dus je sluit, maar je krijgt geen ondersteuning nee. van de overheid. Nou, dat was al een enorme klap voor de, voor de Armenen in Armenië. En eh, daarop komt nog de oorlog met Azerbeidzjan. Als de ziekenhuizen vol zijn. Als, sterker nog, dat het zo vol was dat ze zelfs in de gang moesten blijven liggen omdat er geen plaats was. Uh, dat is het moment, zeg maar, uh, dat Azerbeidzjan gebruik heeft gemaakt om een uh, oorlog te starten met Armenië. Ja. En dat ligt ook wel heel gevoelig, hè? die oorlog. Uh, het raakte Armenen ook. Um, ...wat is de huidige situatie daarin? Is er nu volledige rust of, of zijn er nog steeds schermutselingen? Ja, dat laatste. Sterker nog, ik had uh, mij gisteren was het bericht gelezen... ...dat er uh, weer op de grens met uh, Armenië en uh, nagi ...dus als een beetje de andere kant, de zijde van, uh, van Europa... ...dat er gevechten zijn geweest en dat uh, een armees soldaat is overleden. En dat zie je om de paar dagen dat over en weer wordt geschoten... ...en dat er naar elkaar wordt gewezen... Als de schuldigen, als de agressors. Dus ja, er is een wapenstilstand, uh, alleen um, uh, het is niet volledig tot rust gekomen. Nee. Ook omdat Armenië klaagt dat een van de voorwaarden was dat de alle gevangenen uh, terug zouden gestuurd worden naar Armenië. Nou, dat heeft niet plaatsgevonden. Uh, en elke keer als ze een soldaat willen terugsturen, dan willen ze iets daarvoor terug hebben ja. van Armenië. Dus dat, dat, dat doet extra pijn. Uh, maar er is totaal geen uh, volledige rust, wordt over en weer nog steeds uh, ja, hier en daar gevocht. Ja, ja. Nou, Je stipte net al even de, de verkiezingen aan, hè, de, de huidige premier die er zit. Er zijn ook nieuwe verkiezingen geweest. Um, hoe is de situatie na die verkiezingen? Heeft dat een verschil gemaakt of, of zit het nu in een impasse? Ja, kijk, de oude garde die probeerde weer aan de macht te komen en uh, na de oorlog hebben ze gelijk de kans gegrepen om te zeggen van, joh, zie je wel? Hij is niet, uh, niet de ervaring die jullie nodig hebben. Waar, als wij aan de macht waren geweest, dan had dat nooit een oorlog plaatsgevonden. We waren alle gevangen soldaten al lang teruggekomen. Dus er zijn verkiezingen gekomen om het te laten zien, ook van, joh, heb ik die mandaat van de bevolking om bepaalde beslissingen te nemen of niet? Nou, dat heeft hij wel, blijkt als we naar de verkiezingen kijken. Uh, hij heeft overduidelijk gewonnen. Volgens mij heeft hij uh, twee keer meer stemmen dan alle oude garde bij elkaar. Ja. Dus hij is nog steeds de minister-president en hij is nu bezig om uh, wat we in Nederland ook hebben na een verkiezing dat ministers worden benoemd. Uh, dus in zo'n fase zit Armenië. Alleen de oude garde zegt nog steeds van de verkiezingen zijn niet eerlijk verlopen. Jullie hebben gefraudeerd. Echter, daar zijn nog geen bewijzen van. Ook niet vanuit de Europese kant die zeggen dat het gewoon eerlijk verlopen is. Ja. Dus hij is nu bezig, de huidige regering is bezig, om mensen op de juiste plaats te benoemen. Ja. En dat ze weer uh, ja, kunnen gaan strijden tegen corona, uh, internationale positie weer kunnen herstellen, gevangen kunnen terugbrengen. Dus er is nog wel wat onzekerheid. Ja, Maar heb je wel de hoop dat hij het verschil kan maken en dat er echt veranderingen gaan komen? Kijk, het is lastig omdat uh, de oude garde nog steeds heel veel invloed heeft heel veel geld heeft. En uh, aan alle. Uh, kansen grijpt zeg maar, om de overheid te ontwrichten. Dus dat is echt wel een hele blemmerende factor. Uh, maar ik geloof, en dat denk ik ook dat dat de visie is van de mensen in Armenië, dat, dat er hoop is. Dat, ze, dat, deze, dat de huidige regering iets, iets kan teweeg brengen, iets ja. kan organiseren waardoor mensen de gelijke kansen krijgen op arbeidsmarkt, op, uh, dat ze kunnen gaan studeren, dat ze hun leven kunnen opbouwen. Dus ik heb wel hoop inderdaad, maar je ziet wel dat ze worden tegengewerkt door de Ooghaarden. Nou, nu hebben we eigenlijk best wel veel problemen geschetst, hè? Ook, ook mooie kanten van Armenië, maar ook, ook de problemen. Um, is de overheid in staat om, om uh, die problemen op, op te lossen, om mensen daadwerkelijk te helpen, ook als we kijken naar het coronavirus, maar ook de oorlog die veel schade heeft achtergelaten? Is dat mogelijk met de, met de regering of, of is er wat anders nodig? Ja, kijk, Alleen een regering gaat dat niet voor elkaar krijgen. Het zijn ook de mensen die, uh, die anders moeten gaan denken. Ze moeten gaan beseffen dat corruptie, dat is echt verleden tijd. Uh, want als wij een verkeersovertreding begaan, ja, je kan 3000, ik noem maar 3000 ram. laten we zeggen. Je kan 50 euro gaan betalen en dan gaat het naar de kas. Maar je kan ook ervoor kiezen, ik betaal 10 euro. Is wel goedkoper voor mij. Nou, de, de mensen die moeten beseffen, dat is verleden tijd. Dus die moeten echt anders gaan denken. Het is niet ikke ik, het gaat niet om mijn portemonnee. Maar het is, het is ons land, we moeten samen gaan opbouwen. Uh, en dat kan de overheid niet alleen voor elkaar krijgen. Uh, daarom geloof ik ook dat juist jullie organisatie, maar ook andere organisaties die daar zijn, uh, niet alleen mensen eten geven, maar ook gewoon helpen om anders te denken. Helpen om anders te dromen. Uh, daarom denk ik dat het gewoon combinaties van de overheid, een hele schone, frisse overheid. Uh, maar ook uh, mensen moeten gewoon geleerd worden, getraind worden om anders te denken. Ja. Ja, wij horen ja, wat je aangeeft. Wij werken ook in het land Armenië. We hebben een aantal lokale partnerorganisaties die wij ondersteunen. Die geven ook aan dat de mensen ook best wel wanhopig zijn, ook met alles wat er gebeurt. Dus, is er ook perspectief? Ja, dat denk ik wel voor dat land wel. Ik kan me voorstellen dat um, zeker toen Nikol Pashinyan aan de macht kwam, was de bepaalde verwachting binnen een dag zijn alle problemen opgelost. Nou, dat is een illusie. Dus als dat je hoop is en dat, dat komt niet uit, dan ja, kan ik me voorstellen dat je gewoon teleurgesteld bent. Omdat je zegt van joh, er is geen perspectie, er is geen hoop, er is geen toekomst. Alleen als je naar het algemene plaatje kijkt, dan zie je wel dat er beweging is in de juiste richting. Ja. Daarom, gelo daarom geloof ik ook dat het goed gaat komen. Ik weet niet wanneer, maar ik geloof echt wel dat het ja. goed gaat komen. Um, dus ik deel niet altijd die meningen van de mensen die zeggen van joh, er is, geen, er is geen perspectie, er is geen hoop, er is geen dromen. Uh, niet heeft... voor de algemene plaatje, maar ik kan me voorstellen dat er mensen ja. zijn, vooral in de dorpen, waarbij de economie toch heel laag is. Uh, waarbij de jongeren vooral naar het buitenland gaan om te werken. Ja, daar kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van, joh, gaat het wel goed komen met dit ja. land? Maar het heeft dus tijd nodig. Het heeft zeker tijd nodig, ja. ja. En, en welke rol kunnen dan kerken, maar ook plaatselijke organisaties, um, welke rol kunnen zij innemen om bijvoorbeeld ook in die, in die dorpjes toch echt perspectief te bieden? Ja, ik denk toch echt trainen, helpen anders denken, helpen uh, werkgelegenheid creëren, dus de economie ondersteunen. Uh, als je ziet dat ze moeite hebben om uh, bepaalde ondernemingen van de grond te krijgen en je hebt daar ervaring mee, deel je ervaring daarin. Dus ik, ik ben niet van alleen maar uh, uh, voedsel uitdelen, ik heb daar niks tegen voor de mensen die dat wel doen. Alleen ik geloof, als je het land wilt gaan veranderen, dan moet je mensen helpen anders te denken, anders te handelen. Daarom uh, is mijn oproep ook van... heb je bepaalde expertise, heb je kennis over iets... deel je kennis met, met die dorpen. Met mensen die geen hoop hebben, geen toekomst hebben. Ja, om plaatselijk ook... Uh... Plaatselijke economie te ondersteunen... Ja. verder te helpen ontwikkelen. Daar geloof ik echt in. Ja, mooi. Um, nou, nu, nu hebben wij veel gesproken over het land. Maar wat kunnen wij leren van Armenië? Want nou, je gaf al aan de gastvrijheid. Dat is een, een kenmerk waar wij als Nederlanders... denk ik uh, ontzettend veel van kunnen leren. Maar zijn er ook andere... Uh, andere zaken die Armenen ons tot voorbeeld zijn? Ja, je ziet toch dat Armenië elke keer als ze een klap krijgen, en dat doet pijn, uh, maar je kan ze niet onderkrijgen. Weet je? Het, het heeft misschien tijd nodig, maar ze zullen overeind staan en ze zullen doorgaan. Uh, al die keren dat ze een klap hebben gekregen in het verleden, ze zijn er nog steeds. En ze blijven doorgaan en ze blijven dromen op een betere toekomst. Dat is een van de mooie eigenschappen van ik Armeen, wat ik van Armenië zo mooi vind, is dat je krijgt ons niet onder. Nee. We, we, zullen, we zullen bestaan, we zullen doorgaan. Uh, dat is iets wat ik denk van joh, uh, wij als Nederlanders kunnen dat daar een voorbeeld aan nemen. Maar ook de gastvrijheid. Ja. Uh, ook al hebben we weinig, maar wat we hebben, is van jou. Ja. Als jij onze gast bent, dan wat wij hebben, dat is van jou. Ja. En dat vind ik zo mooi. En, uh, ja... Die twee dingen. Dat, dat, dat is iets wat mij enorm ja, aanspreekt ja, van de Armenen. Ja. Herkenbaar. Um, ja, En als laatste, wat is, wat is echt typisch Armeens? Wat eigenlijk de kijker gewoon moet weten, of moet ervaren of moet proeven? Uh, typisch Armeens als we het hebben, ja, je zegt het over proeven, dan moet ik gelijk denken aan eten. Uh, dat is wel, denk ik, toma. Dat is zo lekker. <laughs> uh, kort, uh, uh, wat is dat? Uh... Ja, met gehakt en met balde degen. En ja, ik kan het moeilijk uitschrijven. Ja. Maar zoek het op. Uh, uh, Toma, of Doma, hoe je het schrijft. Op Google, dan krijg je een beeld bij. Ja, dat is gewoon lekker. Gewoon echt typisch. Armeense dat Armeense gerechten. In, Wat in dorpen worden gemaakt. Vooruit uh, van Armenië is heerlijk. Ja. Uh, ja. Wat moet je echt gezien hebben van Armenië? Ja, dat is heel divers. Armenië kan je echt heel veel kanten op. Je kan naar. Naar Jerewan gaan, dan krijg je een supermoderne stad. Echt heel mooi gebouwd. Het modernste van de modernste, maar als je natuur wilt, ja, dan zijn daar ook plaatsen ja. voor. Noorden, uh, hoge noorden, bergen, ja. historische plaatsen, kerken die al honderden jaren oud zijn. Meer van ze van, een prachtige. Ja, dus uh, inderdaad, in Armenië is wel alles te beleven. Ja. Ja. Je zou eigenlijk een, een roadtrip moeten maken door Armenië. Dan zie je ja. gewoon alle kanten, alle goede kanten. Van ja. Nou, ik kan uit ervaring spreken en ik ook beamen dat het een prachtig land is. Een uh, gastvrij land, heerlijk eten. Ik wil je ook bedanken voor uh, de toelichting die je gaf. Ja, de... Wij houden van dansen. Dansen. Wij houden van feestvieren. Ondanks dat uh, het maakt niet uit hoe droevig een situatie is. Wij houden echt van feesten en... Uh... Het bruiloft, de verjaardagen, ja. het is eten, drinken, feesten, genieten van het ja. leven. En dat vind ik dat wij als Nederlanders ook veel moeten doen. Gewoon ja. genieten van het leven, hoe zwaar het ook is. Ja. bepaalde blijheid. Bepaalde blijheid. Vreugde ja. in je leven. Ja. Ja. Nou, nogmaals dank voor je komst hier naar de studio. Ja, jullie bedankt. Dit was Compassie voor deze keer. In de volgende uitsprek, uh, uitzending spreken we met uh, Gerike Barreveld. Zij is uh, medewerker hier bij Kom Over Help, En zij heeft ook veel contacten met uh, onze partnerorganisaties in Armenië. Ze heeft dat land ook bezocht en wil graag vertellen wat wij in dit land doen. Vond je deze uitzending nou leuk? Abonneer op ons kanaal, want dan zie je alle uitzendingen. En geef ook even een duimpje, want dan krijgen nog meer mensen dit te zien. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.